Yo! Sorry van mijn haar vandaag. Echt een kakje inderdaad. Als het jou net zo hard irriteert als dat het mij irriteert. Sorry. Hallo, werk jij? Ja, zeker Ties. Mooi. Ik heb mijn hele microfoon onder geductaped omdat hij gewoon niet werkt anders. Maar goed hè, ductape is altijd je beste vriend op zo'n moment. Thanks, maat. Maar goed, vandaag zit ik in mijn woonkamer. En als ik in mijn woonkamer zit, dan weet je al dat er iets speciaals aan gaat komen. Nou, eigenlijk weet je dat niet, maar dat weet je nu. Want, dames en heren, het afgelopen half jaar heb ik samen met een heleboel andere mensen gewerkt aan iets groots. Iets waar ik echt trots op ben. Echt mega trots. Het is iets wat ik zelf echt nooit verwacht had dat het überhaupt zou gebeuren. Het is waarschijnlijk een van de grootste dingen in mijn hele leven. Sommige mensen hebben het misschien ook al op mijn social media gezien. Tja, dat heb je als je me daar niet op volgt, hè? Een aantal YouTubers hebben het ook al en ik dacht, ja, ik wil eigenlijk ook wel bij het clubje. En dat is namelijk het Ik heb een boek clubje. Daar zit ik nu ook bij. Dit is geen normaal boek. Dit is een fantastisch boek. Letterlijk, zo heet het boek. Fantastisch, oh jee. Zaterdag de 1e van juli lanceer ik dus mijn eigen boek. En oh shit, ben ik er trots op, echt, oh. Ik heb het boek al mogen zien en wauw. Awesome, nice, keutel. Ja, want toen ik mijn boek zag moest ik eigenlijk een beetje poepen. Dus daarom dacht ik nu aan een keutel. Dat is iets wat ik heb, hè. Als ik iets super vet zie in mijn leven, dan moet ik gewoon spontaan poepen. Ik weet niet of ik de enige ben, maar 1 juli is dus de launch van het boek en dat is niet zomaar op een normaal plekje, dat is in Toverland. Wow. Jij, niet jij, maar jij, kan daarbij zijn. En daar kan je dus ook mij ontmoeten. Je kunt daar ook het boek kopen, misschien een handtekeningetje van mij erop laten zetten, hè, waarom niet? Maar dan moet je wel eventjes één dingetje doen. Je moet eventjes een mailtje sturen met je naam en je adres naar fantastisch@fcklab.nl. In het onderwerp van de mail fantastisch aan. En de eerste 100 deelnemers, die krijgen gratis toegang tot het attractiepark vanaf 12 uur. Dus, ik zou maar gelijk even opschieten nu. Daarna ga ik zelf ook nog eventjes het park in. Lekker in wat achtbaantjes en kan jij ook meegaan. Gezellig toch? Oké, top. Ineens stopte mijn camera er weer mee. Die magneet heeft hem volgens mij echt gemold. Shit. De boeklancering zelf is van 3:15 tot 4 uur in de Wunderbar in Toverland. En vanaf 1 juli ligt het boek ook in de Bruna en andere boekhandels voor €15. 1 juli, boeklancering, Toverland, mailtje sturen, doe het. En wie weet, tot dan.